Ik wil nog één keer een keihard applaus voor de klotsteken van het jaar 2023, Martin Nabius. Je hebt 25 jaar het kinderkoor muzikaal begeleid. Je bent 10 jaar lid geweest van Connemore. Vanaf 1972 ben jij betrokken geweest bij de Nimo. En je hebt daar ook alle wekelijkse discoavonden in de voep aan elkaar gedraaid. En in het bestuur gezeten ook nog van de Nimo. Je hebt een aantal jaren in het Oranje Comité gezeten. En tevens heb je meegeholpen om de AKM carnavalmiddagen en activiteiten te verzorgen. Dat was kantje 1, dames en heren. Enkele jaren geleden heb je in de oudervereniging gezeten voor de basisschool. Je hebt vrijwilligerswerk gedaan in gemeenschapshuis De Willig en in multifunctioneel centrum Millesweer in Mil. En dan gaan we nou naar het kopje carnaval, want daar kunnen we een heel kopje van maken, Martin. In 2010 waren Martin en Antonia het boerenpaar van Wilbedoord. Je bent 8 jaar deelnemer geweest hier in de pronkzitting in Wilbedoord als tonprater. En ik weet bijvoorbeeld jouw act als Stille Willy, die kan ik me nog goed herinneren. Even kijken, waar ben ik gebleven? Op dit moment is Martin mede-organisator tijdens tonpraatavonden in het zuiden van het land. Hij is betrokken geweest bij de organisatie van het jaarlijkse Prinsentreffen in het land van Kuik. En daar regelde hij allerlei muzikale aspecten tijdens die avond. Martin heeft 30 jaar lang het geluid verzorgd tijdens de Wilbedoordse pronkzittingen. En daar wil ik een extra applaus voor. 30 jaar lang, dames en heren. En geluid verzorgen, dat doe je nog steeds bij toneelvereniging Spelenderwijs uit Landhorst en bij seniorentoneelgroep 4-in-1. Je waart medeoprichter in 1988 van de lokale omroep Mil. Kantje 2, dames en heren. Nee, 2 heb ik gehad. Wel opletten. Ik heb 3 toen nog niet gehad. Die komt nou. Voor de LOM en voor Omroep Land van Kuik heb jij in totaal ruim 10 jaar radioprogramma's verzorgd. Waaronder een radioprogramma voor Welzijn Ouderen Mil op de vrijdagochtend. Als klap op de vuurpijl heb jij 40 jaar muziek verzorgd tijdens jouw drive-in show, of met jouw drive-in show onder de naam DJ Tino. Dan word jij bij allerlei verenigingen, feesten van de partij. In 2018, en dat was een heel speciaal moment, want jij zat een beetje op afstand in Suriname, als ik het goed zeg. Toen heeft het de koning behaagd om Martin te onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. En dit jaar, ja, de klot van het jaar. Ja, en ik wil iedereen bedanken dat ik dat allemaal heb mogen doen. Ik schrok er zelf van dat ik zo'n lijst had. Maar ja, het is gewoon zo. En ik heb altijd het met heel veel liefde en plezier gedaan. Ik was met de vrijwilligerswerk begonnen voordat de naam vrijwilligerswerk bestond, trouwens. Dus ik ben er heel blij mee, Willem. En ja, ik geniet ervan. Gaan we naar prinses Mieke. Jij mag de cadeaus van Wendy afgeven. De oorkonde voor Martin. Ga ik naar Tom. En ook Peter bedankt hij natuurlijk voor het schieten van de foto's. Dankjewel. Twee, drie, zeven. Martin, proost op jou, hè.